Zaterdag 5 november stond in de tweede divisie de Betuwse derby TSC Liende op het schema. Zowel TSC als FC Liende, met dit seizoen Hans Kraaij als trainer in plaats van Hans van der Haar, hebben hun draai nog niet echt gevonden in de competitie en zijn beide terug te vinden in het rechte rijtje van de stand. Voor de 12e speelronde had FC Liende tot nu toe 15 punten bij elkaar gesprokkeld en had TSC na de winst op UNA vorige week 10 punten. Op Sportpark De Lok zat de sfeer er meteen goed in. Voor 1484 betalende bezoekers werd er een boeiende pot voetbal op de mat gelegd, waar met vlagen ook mooi voetbal werd gespeeld, waarbij TSC uiteindelijk aan het langste eind trok 2-1. Allereerst de opstelling van beide ploegen, te beginnen bij TSC. Op doel Van der Sman, de achterhoede Van Gessel, Sjakison, Van Inge en Vierek. Op het middenveld Noël Senaki, Vink en Rotjan. En de voorhoede van TSC werd gevormd door Kiomeni, Bartels en De Wind. Dan de elf mannen van FC Liende, Schimmel op doel, Van Rijn, Broekhoff, Van der Neut en Wilsterman in de achterhoede. Vreekamp, Goorman en Intersar op het middenveld. En Lukili, Vennebeumer en Ajag, die vormen de voorhoede van FC Liende. Van begin af aan begonnen beide ploegen scherp aan de wedstrijd, waarbij de eerste 10 minuten de ploegen elkaar aftasten. Daarna kwamen er kansen over en weer waarbij FC Liende er een aantal keren goed doorheen kwam, waarbij keeper Sebastian van der Sman en zijn defensie telkens op de goede plaats stonden. Speldenprikjes werden over en weer uitgedeeld, maar echt gevaarlijk werden beide ploegen nog niet. Zo waren er kansen voor Jip Bartels en Curtly De Wind, die hun tanden lieten zien voor het doel van FC Liende keeper Jan Schimmel. Werd de club uit Tiel in het vorig seizoen nog regelmatig bestempeld als een stijl jongens, daar was in deze wedstrijd weinig van te merken. Regelmatig werd er fel en hard, maar ver gestreden. Gaandeweg de eerste helft nam Liende steeds meer het initiatief, wat onder andere leidde tot een afstandsschot van Arjan Goorman, dat zijn doelpoging op de lat van doelman Van der Sman zag belanden. Ook TSC bleef nadrukkelijk de aanval zoeken onder leiding van Wimilio Vink. Een schot van Ilias Rotjan had ook zomaar een doelpunt kunnen opleveren. Aan de andere kant kwam enkele minuten later de topscorer van de tweede divisie, Appi Lukili, oog in oog te staan met Sebastian van der Sman. Hij hield met een puikenredding echter de nul vast voor TSC. Datzelfde kunstje herhaalde Van der Sman na 27 minuten toen hij de bal nog maar net uit het doel kon tikken. Op een halfschot van FC Liende speler Leon Broekhoff. Na balverlies op het middenveld was het in de 37e minuut Sven van Inge die met een leepballetje Wimilio Vink aanspeelde. En die met een geplaatste paas Jip Bartels in stelling bracht om te scoren. En dat deed hij dan ook. 1-0. Ja hoor, doelpunt voor TSC, doelpunt te maken, Jip Bartels. Na rust bleef TSC aan het begin van de tweede helft nadrukkelijk het doel van FC Liende-keeper Jan Schimmel opzoeken. Dit resulteerde in de vijfde minuut in de 2-0 voor TSC. Na klungelig balverlies van Milad Intersar op het middenveld kwam de bal uiteindelijk bij Jip Bartels terecht. Hij leefde de bal op maat voor Wimilio Vink in, die in de korte hoek doelman Schimmel van FC Liende en nakijker gaf 2-0. Liende begon daarna met veel pressie naar voren te spelen. Dit leverde een aantal halve en hele kansen op voor de Liendenaren. Waaronder een afstandsschot in de 67e minuut van Lukili. Maar ook hij vond Van der Sman opnieuw op zijn pad. In deze fase van de wedstrijd had TSC FC Liende de genadeslag moeten toebrengen bij een counter ingezet door Wimilio Vink. Bartels speelde echter te gehaast, waardoor deze kans verloren ging. Liende bleef volop spelen op de aanval, zonder dat de verdediging van TSC echt in de problemen kwam. 1 minuut voor tijd werden de mannen van Kraaij toch nog beloond met een doelpunt. Uit de vrije trap scoorde Mohamed Bendadi via de onderkant lat en daardoor werd de stand op 2-1 gebracht.
In de blessuretijd had Tom van der Neut FC Liende zo'n nacht maar op gelijke hoogte kunnen tillen. Maar ook hij vond Van der Sman op zijn pad. Een visitekaartje voor het voetbal, waar de sfeer op Sportpark De Lok en de spannende en bij vlagen goede voetballer voor zorgde dat de toeschouwers de winnaars waren. En de laatste plaats van jou kwam er een einde aan deze wedstrijd. TC tegen FC Liende, eindstand 2-1. De derby van de Betuwe in de pocket. Ja, in de pocket. Het werd tijd, hè? En een lachende Frits van den Berg tegenover me. En dat betekent dat hij een plezierige pot voetbal gezien heeft. Ik heb het voorspeld. 2-1 winnen. En het is uitgekomen. Even de wedstrijd. In het kort. Analyseer. Nou, in het kort. De eerste helft was fantastisch van onze kant, denk ik. Ik denk dat wij op alle fronten in de eerste helft hebben laten zien dat we gewoon de betere ploeg waren. We hebben één keer een schot op, ik geloof in dan 20 minuten een bal op de lat. Dat is het eerste wapenfeit van Liende. En ik denk dat we de eerste helft gedomineerd hebben. Dus ja, ik kan alleen maar tevreden zijn. En dan hoop je natuurlijk dat het in de tweede helft een vervolg krijgt. Nou, dat gebeurt ook. Ik bedoel, het wordt heel snel wordt het 2-0. Dat is fantastisch natuurlijk. Dat is een goed scenario. Ja, en dan toch even weer billen knijpen op het einde. Hè? Want dan eigenlijk moet ik weer een beetje denken vorige week Una. Hè? Dat ook weer vlak voor tijd zeg maar een 2-1 valt. Ja, dan zie je toch dat het dan nog weer alles of niks. Ja, dan wordt het nog weer spannend. Maar goed, we hebben hem over de streep getrokken en daar ging het om. Ja, mooie beleving hier op Sportpark De Lok. Ruim 1500 man die hebben genoten van deze pot voetbal. Ja. Spelers, even eruit lichten. Ja, ik vond in de eerste helft met name Gregory Vierek en Matthijs heel goed spelen. Fantastische goal van Jip natuurlijk, laten we dat niet vergeten. Want Jip ook een goede eerste helft. Ik vond eigenlijk geen slechte speler in de eerste helft. Ik vond dat, ik kan niet zeggen dat we er eentje uit kunnen lichten die onvoldoende was. Dus ik denk dat we de eerste helft met z'n allen een dikke voldoende hebben gehaald. En in de tweede helft dan zien we toch dat er een paar wat gaan wegzakken. Nou ja, goed, en dan heb je nog de mogelijkheid natuurlijk wat in te grijpen. Dus, Rendel Sjakisson, uitgevallen ja. In de tweede helft. Wat is er aan de hand? Nou, uit voorzorg, want hij had wat last van zijn hamstring. En we hebben geen enkel risico willen nemen met Rendel. Dus zelf goed aangegeven, ook op tijd aangegeven. Voor de wedstrijd, maar ook in de rust. Dus geen risico. En alle complimenten naar Ibo dat hij in zo'n wedstrijd er gewoon weer staat. En nu de neus weer naar voren toe. Spakenburg uit, altijd lastig. Ja, Spakenburg uit, er gaat wat gebeuren daar. AZ Spakenburg 5-0. Dus daar zullen ze niet blij zijn. En ik denk dat wij de draad die we nu opgepakt hebben, die moeten we nu gaan voortzetten. Dus volgende week op naar Spakenburg. Hans Kraaij, is Liende vanavond bestolen? Nee hoor, wij hebben onszelf niet beloond. Door niet te scoren? Oh, ja, maar goed, dan ben je niet bestolen. Hè. Bestolen word je als de scheidsrechter vergeet om 3 penalties te geven of wat dan ook. Nou, die scheidsrechter hadden jullie trouwens wel mee, hè? Heb jij een andere wedstrijd gezien? Nee, absoluut niet. Absoluut niet. De scheidsrechter hadden jullie wel mee? Ja, nou ja, dat was redelijk vaak dat hij meevloot voor FC Liende. Terwijl ook dat het kwartje de andere kant op kunnen vallen. Of heb je dat zelf niet zo gezien? Nou, ik weet niet of we nog door moeten gaan met dit interview. De scheidsrechter hadden jullie wel mee. Nou, doe maar een volgende vraag. Volgende vraag. De wedstrijd zelf. Analyseer kort. Eerste 15 minuten een uitstekend tech. Goed voetbal. Hebben we ons vastgepind, wat wij helemaal niet graag willen. Wij willen dat net andersom. Toen zijn ze aan de zijkanten goed doorgekomen. En pas na 15, 16 minuten, toen wij wat hoger druk zijn gaan zetten, hebben we grip gekregen. En dat zal niet iedereen leuk vinden. Maar is er één ploeg die 3-4 kansen heeft gecreëerd? De schot op de lat, dat is geen kans. Dat is een mogelijkheid. Apie Lukili, onze topscorer, gaat helemaal alleen op de keeper af. We gaan eigenlijk met z'n twee alleen op de keeper af. En we hebben daarna nog 2 kansen gecreëerd. Ja, en uit het niks, want de eerste 15 minuten kan die vallen voor Tech. Maar uit het niks, wij gooien een ingooibreed wat wij niet willen. Nou ja, eerste echte grote kans voor Tech schieten ze heel goed binnen. 1-0 en daarna vind ik dat wij de overhand hadden. En pas de tweede helft zijn we echt heel goed gaan voetballen. We hebben de hele tweede helft, vind ik, ook weer Apie Lukili voetballend alleen voor de keeper. Moet hij maken. Als je hem vanaf 6 meter naschiet, dan doe je iets verkeerd.
Ja, en dan kan ik nog heel lang doorgaan, maar wij hebben aangevallen. En ja, het is 2-0 en in de 89ste minuut, of in de 90ste minuut, is er één iemand die tech redt. Dat is die geweldenaar op de doellijn. Want, Sebastian van der Sman, de keeper. Nou ja, ja, fantastisch. Fantastisch. Dat kan ik nu zeggen, op dat moment was ik doodziek. Maar Tom van den Uit schiet hem vanaf 3,5 meter, schiet hij hem ook goed in. Maar deze keeper heeft gewoon tech gered, dus dat is wel. Sven van Ingen, heerlijk gevoel. 3 punten in de zak. Vorig seizoen was dat nog een ander verhaal. Top, hè? Ja, heerlijk. Vooral tegen oude club Liende. De hele week al veel verhalen gehoord. Ook van de mensen die je tegenkomt in, gewoon bij de sportschool. En gewoon de buurman en zo, weet je wel. Dus ja, het is wel leuk dat je dan deze pot gewoon wint hier thuis. Als speler, hoe heb je de beleving op het veld meegemaakt? Hè? En dan heb ik het over de entourage rondom het veld. Ja, als het spel even stil ligt, dan krijg je wel wat mee. Dat er gewoon een hoop supporters zijn, dat er af en toe wat dingen gezongen worden. Maar verder krijg je niet echt veel mee. Ik bedoel, Liende is gewoon een goede tegenstander. Ik heb ze al dit jaar een paar keer gezien. Dus het was ook gewoon belangrijk om gewoon die focus te houden en deze wedstrijd over de streep te trekken. Ja, dat is ook gelukt. Heb je zelf die focus voor jouw gevoel 90 minuten kunnen volhouden? Ja, jawel. In de rust een beetje geblesseerd aan mijn lies. En ik dacht eigenlijk dat het misschien niet eruit zou lopen, maar gelukkig is het wel gelukt. Heb je nog pijnstillers genomen? Ja, even tijdens de tweede helft, ja. Maar dat moest gewoon, moest gewoon winnen hier. En, vorig seizoen waren het de jongens tegen de mannen. Nu kunnen we zeggen dat die jongens wel volwassen zijn geworden. Ja, we zijn wat volwassener geworden, maar ik denk ook met onze speelstijl die we hanteren de laatste week weer. Gewoon met verzorgd voetbal en niet te veel risico's meer nemen. En dan gewoon eigenlijk denk ik heel zakelijk deze wedstrijd gewonnen hebben. Een FC Liende keeper met een TEC verleden. Hoe heb je de wedstrijd beleefd, Jan Schimmel? Dubbel. Natuurlijk leuk om weer terug te mogen komen op de lok. We hebben 2-1 verloren, dus dat was minder. Dus dat was mijn belevenis vanavond. Wel weer sterk gekiept. Die goal, die eerste goal die kwam, hoe heb je die ervaren? Ja, ik zag op een gegeven moment Jip iets van de zijkant voor mij afkomen. Ja, hij schiet er fantastisch binnen natuurlijk, in de korte hoek. Ja, en daarvoor wordt er volgens mij een fout gemaakt. Ik weet nog niet eens meer hoe dat in elkaar zat. Maar hij stond in één keer voor me. En toen maakte hij hem goed af, ja. Je hebt een mooie record staan, hè? Vaak de nul, ook in het vorige seizoen. Hoe loopt jouw seizoen tot nu toe? Dit seizoen is het iets meer ups en downs. We hebben nog niet echt een vastigheid. We hebben nu dan wel een reeks gehad dat we 7 punten hadden uit 3 wedstrijden. Vorige week hebben we weer gelijk gespeeld. Nu verlies je dan, dus ja, dat is een tegenslag. Ja, je gaat niet bij de pakken neerzitten natuurlijk. Je wilt gewoon volgende week weer de nul houden. Dan krijgen we de treffers thuis. Dus ja, dat zal weer een lastig potje worden. Maar ja, als het defensief goed staat, moeten ze voorin maar een keer hun werk doen. Vorig jaar Hans van der Haar als trainer, nu Hans Kraai. Het verschil? Ja, niet de voornaam in ieder geval. Hans van der Haar was heel erg bezig met tactische dingen, met veldtrainingen. Hans Kraai is dat iets minder, is tactisch sterk. Alleen die is ook meer van het wij-gevoel. We verliezen samen, we winnen samen. Er is nooit eentje uitgezonderd. Natuurlijk krijgt een soms iets meer een compliment als een andere. Maar ja, dan heb je die ook verdiend. Maar we doen het met z'n allen bij FC Liende tegenwoordig. Vanavond was het in ieder geval een visitekaartje voor het voetballen in de Betuwe. Maar eigenlijk voor die tweede divisie. Ben je dat met me eens? Zeker mee eens. Eigenlijk zou je gewoon iedere weekend zulke wedstrijden moeten spelen. En dat kan natuurlijk niet altijd met supporters aantallen. Maar dit zijn wel de wedstrijden waar je het in het seizoen voor doet. Je leeft er een soort van naartoe. En, dat je dan verliest, dat is jammer. Maar het is niet. Ik lig er niet wakker van, laat het zo zeggen. Met het einde van de rit ga je ook met een fijn gevoel naar huis. Ja. Nou, dat is mooi te horen van de keeper van FC Liende. Dankjewel. Graag gedaan. Het lekt boven. Ja, zeker. Dat kun je wel zeggen. Ik denk dat er al aan zat te komen. Vorige week hadden we natuurlijk eigenlijk al onnodig spannend gemaakt. Door bij Una 1-2 te winnen. Jong Vitesse hadden we moeten winnen. Cambuur kwam even lelijk tussendoor, eerlijk gezegd. Maar laatste week zijn we onszelf weer. Je ziet dat we gewoon weer voetballen. En doen waar we groot zijn mee. Groot, ja, tussen haakjes groot mee zijn geworden. En dicht bij jezelf blijven als het moeilijk gaat. En dat hebben we gedaan. Ja, jouw vorm is eigenlijk weer helemaal terug. Dat moet lekker voelen. Ja, nee, ja, klopt. Dat voelt heerlijk. Ik voel vertrouwd. Bij mijn goal wist ik dat hij ging zitten. Dat is een herkenbaar gevoel. En ik denk dat het geen toeval is dat tegelijkertijd met het team dat mijn vorm ook omhoog gaat. Ik
voel me dan goed. Ik voel me dan als vis in het water, als voetballer, als we voetballen. En iedereen versterkt elkaar dan. En dan kan je excelleren, maar dat gaat alleen maar als het teamgevoel daar is. Hey, eventjes de wedstrijd, hoe heb je hem zelf beleefd? Als een lekkere wedstrijd. Ik denk dat vorig jaar hebben we 2 keer verloren met minimaal verschil, maar wel terecht denk ik. En ik denk dat je vandaag kon zien dat wij stappen hebben gemaakt en zij stil zijn blijven staan. En we hebben ze denk ik overbluft. Op het einde waren ze wel dreigend, maar ja, met lange ballen schieten. Ze hebben geen seconde gevoetbald denk ik. Dat is een zwaktepot en wij hebben laten zien dat we terug zijn. Die laatste 20 minuten van de wedstrijd kwam er toch nog wel iets over die club, over TSC heen. Een beetje angst. Hebben we dat goed gezien? Was dat ook zo of zit dat anders in elkaar? Nee, angst denk ik niet. Maar we zijn natuurlijk slecht begonnen dit jaar. We zijn net terug voor ons gevoel. Vorige week hebben we het onnodig spannend gemaakt. Het zit toch in het achterhoofd. En dan wil je het forceren. Willen we te graag die overwinning over de streep halen. En dan als je het forceert, dan gaat het niet goed. Dan bewaar je niet de rust die nodig is op dat moment. Ik had zelf nog een bal 1-2 vast moeten houden. Beter af moeten leggen. Gaat ook voor anderen. Als je dat doet, dan ben je hier met 3-0, denk ik. Maar dat is een stap voor de volgende keer. Nou, nu op naar Spakenburg uit. Ja, heerlijk. Laat maar komen, toch? De uitslagen van de wedstrijden gespeeld op 5 november 2016. HAC Hardenberg, Jong Vitesse 3-1. Kozakke Boys, Jong FC Twente 2-0. Barendrecht Una 4-1. Jong Sparta Koninklijke HFC 2-2. GVVV AFC 1-3. Jong AZ Spakenburg 5-0. Katwijk VVSB 1-0. Excelsior Maassluis De Treffers 0-0. En TSC FC Lienden 2-1. De stand per 5 november 2016. Jong AZ 27 punten bovenaan uit 12 gespeelde wedstrijden. GVVV uit Veenendaal 24 punten. AFC Amsterdam 24 punten. En de Kozakke Boys 21 punten uit 12 gespeelde wedstrijden. FC Lienden heeft op dit moment 15 punten. Daaronder vinden we Spakenburg. En op de 13e plaats vinden we nu TSC terug uit Tiel met 13 punten uit 12 gespeelde wedstrijden. Dan de beoordeling van de spelers. Jip Bartels een 8 en daarmee werd hij man of the match. Sebastian van der Sman ook een 8. Brendel Sjakisson een 8. Gregory Vierek een 8. En Matthijs van Gessel, ook hij kreeg het cijfer 8 van de jury. Ilias Rodjan een 7,5. Walter Kiomeni ook een 7,5. Evenals Wimilio Vink en Sven van Ingen. Ibrahim Alleskan, hij viel in. Hij kreeg een 7. Nemia Senaki een 7. Joël Senaki een 7. Bart Westerlaken een 7. En Kurtli de Wind, hij sluit het rijtje met de spelers van TSC met het cijfer 5,5. De eerstvolgende thuiswedstrijd van TSC, dat is op zaterdag 26 november om 6 uur. Wat dan GVVV ontvangen op Sportpark De Lok. De eerstvolgende uitwedstrijd van TSC is tegen Spakenburg. Die wedstrijd wordt gespeeld op zaterdag 12 november en begint om 6 uur. En de week daarop wordt gespeeld tegen Barendrecht in Barendrecht. Die wedstrijd wordt gespeeld op zaterdag 19 november en begint ook dus om 6 uur 's avonds. Tot zover deze aflevering van TSC TV. Graag tot de volgende keer.